In aanvolging op Millingen aan de Rijn en Beek is er ook in Groesbeek een sterke voorkeur voor zonne-energie. Dat werd dit z'n duidelijk tijdens de derde bijeenkomst over duurzame energie. De opkomst was groot, maar liefst 120 inwoners waren in het gemeentehuis aanwezig om over dit onderwerp te brainstormen. Bergendal wil in 2050 klimaatneutraal zijn en om dat te bereiken wordt er met inwoners gekeken naar mogelijke plekken binnen de gemeente voor zonne-energie, windmolens, biomassacentrales en waterkrachtcentrales. Dinsdag was de derde bijeenkomst over dit onderwerp. In Beek en Milling aan de Rijn waren inwoners eenduidig voor zon op water. Voorstanders van windturbines waren er nagenoeg niet te vinden. In Groesbeek was er aanzienlijk meer diversiteit tussen de acht groepen... waarbij enkele groepen de optie voor windmolens open hield. Locaties die werden genoemd waren de wielerbaan of kleine windmolens bij het industrieterrein.